Het beeld van de Maas bij Rotterdam maakt op de toeschouwer weer een vooroorlogse indruk. De vele scheepswerven werken op volle kracht om de talrijke orders voor nieuwbouw en reparatie te kunnen uitvoeren. Voor de reparaties heeft de Rotterdamse haven een behoorlijke dokcapaciteit, die deze dagen een aanzienlijke uitbreiding onderging toen het 46.000 ton metende droogdok van Wilton Feyenoord weer in gebruik werd gesteld. De Nieuwe Amsterdam met zijn ruim 36.000 ton kon er gemakkelijk in worden opgenomen. Een bijzonderheid is dat het schip rust op stalen kielblokken en niet gestut wordt in de flanken zoals bij andere dokken veelal het geval is. De minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Spitsen, kwam met enige andere autoriteiten dok en schip in ogenschouw nemen. We vermelden tenslotte nog dat dit dok, dat 211 meter lang en 51 meter breed is, het grootste is van het Europese vasteland.